Manno 541 werd in 2020 geboren als Manno van Burmania bij de heer Faber in Sint-Nicolaasga. Manno 541 is een zoon van Vonger 478 uit een ster preferente merrie van Andries 415. Hij heeft een verwantschap van 17,7%, komt uit stam 22 en heeft een stokmaat van 1,66 meter. Manno 541 is de eerste goedgekeurde zoon van stamboekhengst Vonger 478. Manno 541 is een sterk gebouwde hengst met voldoende rasuitstraling en behang. Hij heeft een voldoende edel hoofd en een voldoende lange hals die iets diep uit de borst komt. De hengst is iets neerwaarts gebouwd en heeft een sterke bovenlijn met brede, sterke lendenen. Zijn kruis is van voldoende lengte en is iets hellend. Manno 541 zou in zijn voorbeen meer lengte mogen hebben, maar heeft correct gesteld beenwerk. Zijn beenwerk is hard en droog, maar zou iets fijner mogen zijn. De hengst heeft kleine hoeven. Manno 541 heeft op 3-jarige leeftijd het centraal onderzoek doorlopen. Hij valt op door zijn instelling en bewerkbaarheid. De hengst heeft veel looplust en toont veel inzet. Hij is onder het zadel wat alert op zijn omgeving, maar kan dit wel laten afvloeien. Op stal is Manno 541 heel vriendelijk en braaf en niet snel onder de indruk. Hij heeft dan veel zelfvertrouwen en is speels. De hengst heeft onder het zadel een goede stap en een correcte, voldoende opwaartse galop. Wel zou Manno 541 in alle gangen wat meer gedragenheid en souplesse mogen tonen. Aangespannen laat Manno 541 hetzelfde beeld zien. Een krachtige stap met een goede instelling en bewerkbaarheid. De hengst heeft weinig aanleg als tuigpaard, doordat hij wat neerwaarts blijft in de draf en daardoor weinig front maakt. Hij legt zijn voorbeen wel voldoende uit. Manno 541 kan gebruikt worden om inzet en werkwilligheid te verbeteren.